Voor de groentebouillon ga ik gebruik maken van een vrijwel blank groenteboeket. We gebruiken venkel, bleekselderij, wit van de prei, champignons, winterwortel en witte uien. En ik ga hier een techniek voor gebruiken die misschien niet echt alledaags is. We gaan de groentebouillon koken in de snelkookpan. En het voordeel daarvan is dat het veel sneller gaat. Want we hebben ongeveer in een kwartiertje tijd hebben we die groentebouillon. En kijk, het belangrijke is van een goede groentebouillon dat je verse groenten proeft. En kook je die groenten te lang, dan smaakt eigenlijk de groentebouillon naar doorgekookte groenten. We gaan de groenten aanzetten in de snelkookpan. Ik gebruik een klein beetje olijfolie. En ik zeg aanzetten. Het is dus echt licht aanzetten, zonder te kleuren. Want uiteindelijk willen we een mooie groentebouillon hebben die niet te donker is van kleur. Vandaar ook het blanke boeket. En de champignons en de winterwortel geven toch wel kleur. En ondertussen kijken we eventjes naar de kruiden die we gaan toevoegen. We hebben de lavas. Dus echt met de smaak van grootmoeders keuken, de maggi, peterselie stelen, een takje rozemarijn, een laurierblaadje, wat tijm en een teentje knoflook. Een teentje knoflook pletten we even, zodat alle smaken er goed uit kunnen komen. En door de kruiden halen we even een mes en die voegen we aan de groente toe. Vervolgens maken we gebruik van een aantal specerijen. Ik heb hier wat zwarte peper, wat lange peper, wat pimentkorrels. Ik heb hier wat curcuma en wat zout. En dat zijn eigenlijk de specerijen en de smaakstoffen die we toe gaan voegen. En om ook daar weer alle smaken uit te krijgen, kneuzen we eventjes de zwarte peperkorrels en de piment. En we breken eigenlijk eventjes de lange peper. Ik voeg de curcuma al toe en het zout. En dan gieten we daar vervolgens ongeveer 2 liter water op. Je ziet, het zijn best veel groenten op de hoeveelheid water. Maar uiteindelijk willen we natuurlijk ook een groentebouillon die echt naar groenten smaakt. En is de kwestie van deze aan de kook brengen. En dan koken we met deksel voor ongeveer 15 minuten. Alle ingrediënten zitten in de pan. Deksel erop. En zetten we hem onder druk. En koken we dus, wat ik net al zei, voor ongeveer 15 minuutjes. Zou je dit traditioneel doen, dus eigenlijk gewoon in de pan, dan is het zo'n 45 minuten. De druk is van de pan af. We zijn 15 minuten verder. Openen. En kijk, prachtige groentebouillon. Kijk, en het voordeel is echt als je deze techniek gebruikt, dat al je geuren en je smaken blijven behouden in de pan. En dat niet alleen, maar ook qua volume. Je houdt echt veel meer vocht eigenlijk tot het einde van het kookproces over. We gaan hem passeren. Pakken een passeerdoek. Wat altijd heel makkelijk is, is even een zeefje erop. Zodat je groentes niet op de passeerdoek terechtkomen, maar boven in de zeef blijven hangen. Is het een kwestie van hele bouillon passeren. Zorg dat alles goed uitgelekt is. Kijk, en dit bedoel ik. Het is alleen maar makkelijker als je er een extra zeef bovenop legt.
En trekken langzaam de passeerdoek weg. Zodat alle ongerechtigheden die we niet willen gebruiken of terug willen zien in de bouillon, in de passeerdoek blijven zitten. De zeef weg. En op deze wijze maken we eigenlijk heel snel en in een korte tijd een hele mooie verse groentebouillon.